Welkom bij Wetenschap 101. Oppositie voeren valt nog niet mee, hier op aarde. Maar in het heelal gaat het helemaal vanzelf. Afgelopen zaterdag stond de planeet Mars bijvoorbeeld in oppositie met de zon. Zo'n planeet is dan de hele nacht zichtbaar. De afstand tot de aarde is het kleinst en de helderheid het grootst. In 1877 was er ook zo'n Mars-oppositie. En toen was de afstand extra klein, 56 miljoen kilometer. En sterrenkundigen dachten toen op het oppervlak van die planeet merkwaardige donkere lijntjes te zien. Precies, de Marskanalen. En er werd toen gedacht dat dat misschien kunstmatige waterwerken waren, gebouwd door intelligente Marsbewoners. Aan die ideeën, aan die waarnemingen, hebben we trouwens de hele science fiction wereld rond groene mannetjes op die rode planeet te danken. Het idee van leven op Mars heeft ook de wetenschap nooit losgelaten. We weten nu dat die groene mannetjes er niet zijn, maar ver in het verleden, een paar miljard jaar terug, misschien wel micro-organismen. En daar wordt de komende jaren naar gezocht. Er is nu ook een nieuwe ruimtesonde op weg naar Mars. Die komt er in augustus aan. En die gaat een nieuwe stap doen. Eigenlijk in het oplossen van die vraag of er lang geleden leven op Mars geweest kan zijn. Ondertussen kunnen wij natuurlijk genieten van de aanblik van Mars. Want zo kort na de oppositie is die de hele nacht helder zichtbaar. Vanavond op 6 maart een flink stukje links van de maan. Morgenavond 7 maart dichterbij linksboven de maan. En hij heeft een opvallende rode kleur. Precies, de kleur van de oppositie. Tot de volgende keer.